Zo goed. Goed, ik heb net gefilmd en dan gelijk op kut. Hey. Slaai. Ik hou van kartoffels. Kartoffel met sla! Yeah. Ik ben notty. Ik ga je sla met me. Oh nee, een schoffel. Yo, wiki, where be? Oh, mijn! Niet erin gaan. Bum, bum, bada, pie, poe, pie, doe, poe. Niet. Kartoffelsaus. Je gaat nu echt te ver. Lian. Nee. Koe, je gaat nu echt te ver. Nu open nog die deur. Koe, je gaat nu echt te ver. Ik vind het niet normaal. Ik heb naar eigen huis bouwen. Als jij lekker veel wol gaat halen, dan mag jij voor mij een huis bouwen. Dan kan ik naast mijn huis een schapenfarm maken en dan krijg jij van mij gratis wol wanneer je nodig hebt. Oké, dan begin we ik. We kunnen de schapen gaan fokken en dan steeds schapenvlees en zo. Dan thuis. Begin ik met een kleine schapenhandel. Okay. En voor jou gratis. Nou, voor mij is gratis beter. Beter, hè? Ook in het echt. Zeker. Oké. Op de vriendschap. Oké, op de vriendschap ga jij nu gewoon even gratis vlees voor mij halen. Dat is er niet dan. Ik hoorde. Hoor jij? Dat was een koe. Die maakt nog zulke ontzettend. Oneerlijk. Op poepen. Op poepbaden. Sla ik mijn iPad weer. Godsamme. Yo, Leon, wat doe je? Kill me. Ik ga dood. Nou, dan zijn we gelijk ook van jou af. Kijk. Nou, dan ga ik weer even onder mijn. Dit is gewoon echt een piemelaar. Wat, de blokken dat ik nu in mijn handen heb? Of, hoe laat is het? I don't know. What time is it? When you want? Het is poop time. Hammer time. Waar ben jij? Leon, kijk naar mij. Kijk naar mijn huis. God, what time is it? Hammer time. Oh cool, schaapvlees. Nu kunnen we twee bedden maken. Liam, geef mij het schaapvlees en het vlees. Akku. What the fuck? Oh, dus ik grieper gehad. Dan ga ik nu eventjes mijn rug. Ik ga bedden maken. What the fuck? Oké, dit schaapje vindt het wel heel gezellig hier. Tom, koe gaat dood. Ik ga dat schaapje wat vertellen. Hij gaat naar de schapen. Hemel. Nee, niet naar de hemel. Kijk, maar dit schaap is een zwart schaap. Schaapuil. Oh, een schapkooi. Kijk, dat is beter. Liam, help even. Oh, ik heb hem met mijn hoe, dan gaat hij sneller dood. Hoe, come back you. Ik bedoel koe. Hoe, come back you. Goed van Nederland. Kom hier! Of maak gewoon een zwaard. Want dit is gewoon echt gewoon vaag. Dit is echt een fucking vaag dit. Help even mee met dat gekke Henkie. Gekke Henkie. Ja man, ik zie ook echt dat je pro bent. Ik ga voor die koe killen. Koe, je gaat nu weer te ver. Ja, het gaat niet meer altijd de tijd. Dat vind ik wel zo vreemd. Oh joh, het gaat helemaal daar zo. Al was kut. Nee, niet. Oh. Henk, wat de fuck doet die koe? What the fuck is dit? Hij is spastisch. Koe, je gaat niet echt te ver. Spastische koeien hebben we hier niet nodig. Oh, zag je dat? Ik gaf hem een power punch. Ik kreeg hier klappers schapen. Ja, hij is erop. Nee. Oh. Kom op schaap, je bent er bijna. Kom op schaap. Oké. Okay. Yeah. Oh, kut. Hier, Leon, hier snel. Henk. Mand, meneer, manan. Mand. Oh. Ik krijg zo'n schreeuw. Mand. Ik ben een mand. Hoop ik voor snel dag. Want ik vind dit zwaar kut. La. Geef even 6 hout. Aan mij. Meneer Mand. Ja, en je gaat. Hier ook. Ik vind jou echt heel manderig nu aan het worden. Ik ben de mandarijn. Dat ben je zeker.
Waar heb je dat hout gelaten? Daar zo. Ah. Je bent echt gewoon Jans. Ik ben een Ronjantje dat je daar te daar. Hé, ik kan het wel zien, dit scherm. Oh, wat leuk. Liam, je hebt 5 hout gegeven. Oh. Gekke Henk. Nu moet ik weer helemaal... Oké, okay, die wolf gaat nu echt te ver. Nee! Oh, kut, het is die schapenkooi. Kom dan, bitch. Bitch beest. Wat een kut ding. Gewoon met je schapen opeten. Gelukkig hebben we het zwarte schaap niet. Nou, kijk, anders heb je al een... We moeten nu echt gewoon echt een kooi er even omheen bouwen. Jeroen, ik heb hier even een thuis... Je kan ook, als je een inktvis hebt, dan krijg je inktzakken en dan kun je gewoon zo makkelijk een soort schaap maken. Ja, weet ik, maar ik ga het zo. Ik vind het even wat fijner. Oh, what the fuck. We moeten even... Jeroen, ik geef je even een laatste hout. Wacht even. Nee. Ron Jans, ik ben toch niet je moeder? Nou, dan gaan we dit schaap er maar in lokken. Zo makkelijk gaat het hier. Maar het ene wordt op de... Toen werd het oude schaap gewoon weer geplaatst. Toen werd het oude schaap gewoon weer Het andere schaap zit gedeeltelijk in de hel. Ah ja. Dus we gaan wel dadelijk een bordje plaatsen hier, schaapie. 2016 tot 2016. Zo. Ronjantje. Ik heb een map, alleen als die niet open. Maar maakt niet uit, ik doe het wel een keer. Badoop, 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 banana, plush. Die worden de randen van mijn huis. Beter, hè? Peter limonade. Mooier dan dit kan dit niet worden. Kak. Krakaka. Er staat een boom in de weg, kijk al. Ik ga even de rail een beetje goed leggen. Oké. De rail die ligt namelijk in de weg. Heb je zo'n goud gevonden om zo'n rail te maken dan? Wat? Heb je zo'n goud gevonden om zo'n rail te maken? Nee. Dit is gewoon het enige wat ik heb gecheat en dat is. Ah ja, kijk. Ik doe altijd, ook altijd bij mijn Minecraft Survival, ik cheat een paard en een zadel of helemaal niks? Helemaal niks. Oké, dat vind ik altijd wel handig om te hebben. Ik moet even een paar zand hebben. Oei. Liam. Hier dus Liam van Vught. Hij is te hoog gevallen. Oh ja. Hé. Hey. Meet. Echt, wat denken jij? Ik kan er niet eens bij. Hoe de poep kom jij daar nou in? Oh, kut. Liam, we komen er niet in. Nou, voel ik me weer buiten geweest. Nee, laat maar. Laat dat vak gewoon gaan. Hij leidt zijn leven zoals hij dat wil. Oh, ik zal het in de kant zetten. Ik ga al die bakjes onder hem weg. Oh, laat dat vak gewoon leven. Hij heeft wel recht op leven. Ja, hij heeft wel recht op leven. Een beetje. Een minuut. Hij heeft een beetje recht op leven. Ik ben al zo gek als ik een bokje hier heb. Dan word ik echt ontzettend geschreven. Oh, je bent echt verhengd. Ja, ik ben echt verhengd, hè? Weet je? Zie, jij vindt het ook al. Iedereen doet dat. Met iedereen bedoel ik alleen mezelf. Bruh. Oh, ik moet die sprong halen. Alsjeblieft. Oude sprong van je leven. Gewoon. Oehie. Een sprong, Liam. Een sprong. Kijk, dat is wel beter. Een sprong. Hij wil een sprong maken. Brakaka. Oh mijn god, ik spreek weer dat het hier is. Liam, niet zo agressief doen. Really? What I have to tell you something. Dat is een liedje, Liam. Ja, die ken ik. Die luister je niet. Ja, ja.
Jij luistert geen sociale media mensen dingen. Sociale media mensen dingen. Piemelaars. Ik luister niet naar piemelaars, want die zijn gay. What the fuck? Nee joh, piemelaars staan. Ik ken geen piemelaar, ken jij piemelaar? Ja. Wie dan? Ja. Dat varkentje is een piemelaar. Kijk, dat is wel beter. Hij gaat veel te ver in de varken. Die kip die denkt dat hij een vis is. Ik ben een vis, ik ben een pie. De varken denkt, ik ben een... Yeah, for the first time in forever ben ik een piemelaar. En toen ging hij weg. Gelukkig. Maar hij gaat niet weg. Is gelukkig, hij gaat nu echt te ver. Ga te ver. Ik ga nooit te ver. Ik ben een piemelaar. Ik ga nooit te ver. Piemelaars mogen te ver gaan. Te ver in wat? In piemelen. I need stone voor een oven. Nou, dan ga je stone hakken. Ja, dat ga ik weer doen. Liam, wat doe je? Met mijn. Je kan toch gewoon in de openbare mijn? Oh, de openbare ook echt? Ja. Oh, dit is mijn persoonlijke steenmijn. Echt geen ijs of zo, wel echt steen. Nee, maar in die openbare mijn zit ook heel veel iron. Oh. Dus misschien dat je dan nog wat leuker kan. Slim idee. Ik hak een... Ah, nee. Zit er ook fakkels in? Mm-hmm. Oké, dan neem ik die. Ah. Wow. Dat is een flinke mijn. Ja, ik en mijn vader een beetje alleen. Oh. Ja, daar is geen fakkel. Is u überhaupt wel iets? Nee, ik durfde niet verder te gaan. Omdat er steeds jumpscares waren. En ik dacht van, nou, ik heb geen zin in nog een jumpscare. Dus ik dacht van, steeds nou, ik heb er geen zin in. Dus ik ging gewoon steeds. Nee, maar ik heb dus allemaal van fakkels. Oh, oké. Okay. Maak eventjes 2 overs. Of nee, ik maak gewoon... Kijk, dit is veel beter. Want kijk, dan loopt het er zo omheen. En dat schaapje is niet van mij. Nee, ik kan mij. Schaapje, jij gaat naar de hel. Het ene schaap zit nu half in de hemel, half in de mond van die wolf. Nee, want die wolf heeft zijn vlees op. Ik heb gewoon 31 ijzer etsen gevonden. Wow, dat is veel. Skill build, dan is veel. Oké. Okay. Oh ja, je kan wel even voor 5 steen per nacht kan je wel even bij mij slapen. Mm-hmm. Jongen, ik heb een varkenhuis. Geef mij de flavor van hem. Ja, laat weg. Ik ga even ik heb even glas nodig. Ik heb 28 steek. I need some glass. Oh, je kan daar gewoon zand. Oké, ik zal het even mooi weghakken dat het een beetje mooi. Kan je ook voor mij wat... Tuurlijk, joh. Glas even wat maken. Als ik in wat allemaal hakken ben, dan ga ik meestal er weer. Dan mag je misschien vanavond even gratis bij me slaan. Dat klinkt echt zo gay. Je mag even gratis vanavond bij me slaan. Jongen, ik vind het echt niet. Hier, ga even met je hoe maken. Even hier nog wat... ik heb gelijk wat... Ja, ik heb alleen... Ik had nog wat zaden in mijn kistje. En dan moet je... Oh mijn god, varken. Je gaat nu echt te ver. Ja, ja. Eerst een beetje Liam bespieken. Dan een beetje... Oké, okay, dan ook nog het mijnkartje omduwen. What the fucking vreemde kip ben jij. Hij is een kip. Hij is een zeker kip. Oké. Ja, ik weet wat dat over... Wat, hoe je het over... Het is gewoon echt een blauwe perzik. Oh, die varken, ja zeker. Zeker. Liam. Ik wil wat mijn huid eventjes. Liam, ja. Je huis is nu toch nog niet helemaal klaar. Leg je huis naast mijn huis. Dan ik kan een pad maken, want ik ben nu al best wel ver. Dan ligt hij aan een openbaar spoor. Maar Liam... Ja, ik heb geen buurman. Dichtstbijzijnde buurman van mij, die is helemaal daar. En het schaap ook. Hey, ik kan even een heel klein mini vakantiehuisje bouwen hier. Een ondergronds huis. Nee, sorry. Een onderbuurman. Nee. Ik kan hier wel een klein huis bouwen, ja. Laat me. Cute. De batterijen boeit niet. Liam, stop nou eens. Ga even wat piemelaars maken. Ik word zo vreemd. Nee, ik word niet vreemd. Ik word helemaal gek van die bok die ik ken. Oké. Nu een euro. Oké, wat heb ik maar. Oh.
Ik heb nog cacao-seeds. Hier, cacaobonen en meloenzaden. Oké, meloen. Plant en meloen. Ah, hier. En je hebt even wat junglehout nodig, want dan kun je namelijk de cacaozaadje tegen die bomen aanplanten. Ga even wat junglehout halen. Hier, ik heb één meloenzaad. Oké, weet je, heb je hier waar een jungle is? Volgens mij... Oh, daar zo! Ja! Ja, dat is heel dichtbij. Of is dat een moeras? Ik ga even kijken hoor. Volgens mij is dat een moeras, Liam. Oh, kut. Daar we is moet, hier, Liam, je hebt nog een... Je hebt niet een kaas? Die heb ik wel, in de kist. Dan. Natuurlijk heb ik hier, kaas. Ik ga ook mee op stap. We gaan. We gaan jungle hout halen. Heb jij misschien wat, hoe heet dat, een boot? Want ik heb zo'n zwaar... Ik heb voel gewoon met een force. Dat daar zijn de jungle is. Volgens mij is dat... Oké. Nee, even kijken. Even op jou eens gaan kijken. Ga even naar dat... Kijk even... Nee, dat is een groot acacia wood. Maar daar zo, ik denk dat daarachter... Ik heb echt zo vermoeden dat precies daarnaast echt serieus een hele grote jungle zit. Oh, en dat suikerriet heb ik ook wel gedacht. Oh, maar hieronder zit ook wat suikerriet. Ah. Zie je? Kleine plantage onder mijn huis. Daar zitten heel graag varkens. Dat is echt raar, maar daar zitten ze steeds. Klop. Kom maar. Wie is daar? Je moeder. Serieus? Dus even kijken. Nee, mijn moeder zou hier niet moeten zijn. Oh, wacht even. Laat. Wacht even. Kijken. Kijk, hier doe ik even al het vlees in en zo. Dit is wat ik dus huisje. Ja, hè? Nou, ik vind hem wel cool. Ja, ik vind hem ook wel cool. Oh, ik krijg zo'n donut. Yeah! Ja, nou, eigenlijk wel, ja. Nou, dan kun je... Hey, kom mee, laten we even gaan slapen. Laten we daarna even onze avontuur... Ja. Avontuur, zo. Ja. En dan kun je lekker slapen en kun je ook heel makkelijk zelf verplegen daar zo. Oh. Hey, kijk mijn hoofd. Jij pakt je nu van binnen. Ja, je kan niet van... Hey, we moeten even wat... Ik heb geen boten, Liam. Ga jij even wat boten maken van je eigen hout, hè? Ik heb geen hout. Ik heb ook geen hout. Ga even wat boten kappen dan. Ik ga even die koebarje killen, oké? Okay? En verplaats gelijk je huisje naar mijn huis. Naast mijn huis. Die koe gaat weg. Ah, oh, sorry. Dan maak ik even een stenen bel, want dan kan ik makkelijk alles even... En verplaats je huis naast mijn huis. Nee, dan heb ik een stenen bel nodig, want dan kan ik makkelijk alles... Oké, cool, je gaat weer echt te ver. Ik vind het niet meer. Kijk, want ik bedoel... Jan, ja. Niet schrikken. Er staat een varken bij je. Ah, oh, kut! Beest! Kerel man! Hou het mogelijk, gek! Ik vind die varkens echt zo vervelend, hè. Het is heel keel om die gelukkig beest. Je hebt gewoon geen respect voor de mensheid. Nou, wij hebben dan ook geen respect voor jou. Top. Wij hebben geen respect voor de varkensheid. Kijk, ik ben met zijn stenen bel gaan veel sneller, zie je? Mm-hmm. Alleen mijn over, dat is het probleem. Ik ga even alle spullen eruit. Oké, joh. Al 26. Glas. Mag ik ook wat glas? Ja hoor. Eventjes hakken. Oh, ik heb ook nog één. Ik heb nog een houten bel, maar ja. Hakken, denk ik niet dat we daar heel wat aan hebben. Een houten bel, daar heb je denk ik niet zo van. Hier, ja, hier we kunnen hem voor de zekerheid meenemen, dan hebben we gelijk... Ja, hier nog een afgelegen meisje. Hey, ik ga dat gelijk even vullen, en zo, voor de zekerheid. Nou, als we een dieren... Ik ga even kijken hoe het met de farm gaat. Ah, oké. Hey, als ik een keertje wat ijzer vind, dan, of als jij misschien eventjes wat water wil platen met een emmer naast mijn huis, kan ik een klein persoonlijk plantage bouwen voor de wiet, voor mijn schaapboerderij. Jouw schapenboerderij. Weet je nog, ik ga onze schapenboerderij. Weet je nog, ik ga persoonlijk schapenhandeltje waar jij dan allemaal van dat spul krijgt. Oh ja, gratis. Maar? Ja, gratis. Kijk, je krijgt gratis. Als jij even wat water voor mijn plantage neerzet, dan investeer je niet mee. Dan krijg je een deel van de aanwinst. Okay. Even dit plaatje onthouden. Ja, dat is niet zo moeilijk. Als je even dit onthouden. Dit lijkt echt op Australië. Ja. Dat lijkt echt op Australië. Ik wil niet raar zijn, maar dat lijkt echt op Australië. Super raar. Australia. Fuck yeah. Zal ik hier ze bouwen? Hier zo. Nee. Daar zit dan een plantage aan. Kijk, dan komt hier zo'n deur op dit vlak zand hier. Dan kun je zo... Hallo. Ga
ga anders even wat... Hola, sombrero. Maak hier gewoon je kleine huisje. Ik maak hier een huisje. Zo groot is het niet, toch? Ja, ik maak hier een huisje. Nee, Liam. 1, 2, nee, 3, Liam. Jij maar gaat het is zo groot. Kijk, nou, dan gaat het er zo heen. Nee, oké, okay, wacht, ik hak het af. Je gaat het daar. Je gaat het hier bouwen. Ik jou zou ook die plantage dan even iets ergens anders bouwen. Hoezo? Het is een... kijk, als ik zo... 1, 2, 3, 4, 5 en zo. Oeh. Je kan het toch tegen mijn huis aanbouwen? Of gewoon zo. Henk. Ja, nee, Liam. Ik hak het zelf, echt. Hop, fort. Ik hak het zelf. Ik heb het uit. Je doet gewoon zo, zo. Ik heb een speciale opening nodig voor de deur. Even 1, 2, 3, 4... Just do it! Dat ik hier even een muur bouw. Dorpeling, kun er ook in wonen! Oké. Okay. Dat ik hier even een muur bouw hier zo. Kut, nou heb ik... Ik word heel agressief van je. Oké. Okay. Nou, voel ik me zo gediscrimineerd. Wat heb je met discrimineren? Dat is het niet eens. Weet je. Hé, hey, grijs schaap. Wij nemen jou even mee, schaapje. We gaan je even ontvoeren. We gaan jou eventjes ontvoeren, hoor. Je mag zo meteen weer terug. Misschien. Or never. Oh, hij loopt zelf. Kijk, hij loopt gewoon serieus zelf heen. Hij heeft er zin in. Nee, schaapje. You don't like it. Oh. Nou, eigenlijk lijkt hij het wel. Geef me een like. Of anders dan vermoord ik je. Hier, Liam, maak even een gat erin. Maak even een gat in een plantage. Of in de van de schapen. Snel, hij is bijna. Padam, padam, padapio. En daar heb je. Hij moet 2 breed. I know, ik weet echt alles over schapen. Huh? Oh. What the fuck is dat? Ik doe een schaap. Hey. Kunnen het is schaamelijk weg. Zie je, dat komt gewoon omdat jij er weer bent, hè? Hey, hey! Hij heeft er zin in! Ja! Oh, kut het, nee! Oh, hij wou gewoon even precies dat stukje gras eten. Echt precies dit stukje, hè? Ja. Hey, Liam wil het gelijk even op, joh. Durf maar, ik heb alleen geen aarde. Hoe heb je dat stuk gemaakt? Ah, serieus, Liam? I don't have dirt. I don't have dirt. I don't have dirt. Let me dirt you up. Hey Liam, waar heb je dan dat dirt gelaten? Ik heb geen idee, eigenlijk, moet ik zeggen. Jongen, je hebt het wel. Je hebt 12 blokken dirt. What the fuck? Dus wanneer? Oh, ik heb hier aarde en... Ja, en jij maar liegen. Why the fuck you I fucking don't know. Hier. Niet zo agressief dan, Liam. Maak even wat boten dan. We gaan toch weg? Ja hoor, en boten. Waar is boot? Oh, daar is een boot. Oh, heb je er 2 voor ons? En onthoud, 1 boot. Je hebt 1 boot, dus als die stuk is, dan heb je een beetje zware pech. Nou, dan heb je geen zware pech, dan ben je gewoon de... Ja, maar je kan ook nog zelf altijd een boot maken. Dan ben je weer net. Dus even uitkijken als je net aankomt, dat je niet te hard tegen de rand moet. Pak je kaart. Zullen we gaan? Waarom niet? Ik neem even een bel mee, je weet maar nooit of er iets is. Ik heb... Oh, ik heb ook op bij. Ik pak er even 2. Ik neem de bedden wel mee, voor de zekerheid. You never know. Safety for everything, weet je nog? Oh ja. Safety for everything, man. Ik mis hem. Ik mis hem wel. Dicht tegen elkaar. Dat lijkt echt net op een restaurant. Ja, echt serieus. Van, hier kun je afhalen, hier is de keuken, yeah! Oké, achtervolg mij. Dit wordt de haven. Oh, serieus, mijn boot zit vast. Liam, geef me even een duwtje. Liam! Oh, kut, ik kan niet sturen. Geef me even een duwtje, Liam! Oké, ik ben niet echt goed, ik ben niet echt goed met boten, laat ik het zo zeggen. Oh, ik geef hem zelf wel een beurtje. Dan wordt het naar de lab. Oké, kom, we moeten daarin. Ik heb zo achtervolg mij, Henk. Ik heb zo'n heel sterk gevoel dat daar zo een jungle zit. Oké, deze boten gaan echt super dom. Dat gaan wel snel, hoor. Ja, wel snel, maar echt super vaag. We gaan een haven in.
Een natuurlijke haven, hoe gaan we dit halen? Liam, dit loopt dood. Oh nee, kut. Oké, kom. Oké, Henk, kom. Hak dan je boot weg en dan gaan we... Nee, kom. Oké, piep piep. Oh, dit loopt ook dood. Dit loopt ook dood. Nee, ik zie een kus. Super skere beesten. Kom, we gaan hier. En opeens is het ook gewoon stil, hè? We gaan hier aan wal. Is dit? Nee, dus... nee, we gaan niet aan wal. We gaan niet aan wal. Pum, pum. Oh, nee! Wat is dat? Dat was zo'n lelijkpad. Dan kun je dwars doorheen zwemmen. Hé, die berg daar. Hmm. Ja. Heb je de keks meegenomen? Ja, ik heb er 4. Ik weet maar nooit. Je mag niet even klaar botten. Ah, we gaan die botten! Oh, kut! Jouw boot is stuk! Oh. En dan jij ging tegen de mijne aan. Oké, ik hak daar even zo'n boom. Oh god, nee! Remmen! Titanic! Kom, we gaan even aan de hand verder. Nee. Ik wacht gewoon in het water op je. Ik ga wel een beetje het riviertje hier. Ja, alleen dan moet ik wel even daarheen. Zo. Miep, miep. Oké, dit is best wel moeilijk. Goh, maar dit is hoog. Nou, hoog. Laag. weet je wel dat je... Nee, bootje! Never let go! Er is een ding, kun je optiegen. Ik wil ijzer in, hè. Kijk, hier nu een kool. En lava. Ik heb 6 stenen pickaxe. We gaan echt... En heel veel andere dingen. Ik neem gewoon voor de zekerheid mijn bootje gewoon kapot mee. Nee, joh, wat moet je dan doen? Kijk, als je hem weghaalt met je hand, dan heb je hem gewoon nog. Zo. Heb je 6? Mag ik je nou even 3? Want dan gaan we allebei op voor de jacht. Hoeveel heb je er? Ik heb niks. Pickaxe, mag ik er even aan 1? Je mag er 2 kapot. Oké. Ik heb kapot zijn ze nu. Oké. Het probleem is, hoe komen we hier veilig in? Zo dus. Ja, jij gaat alweer bijna dood. Lekker in het water. Ik neem altijd het risico. Hey, ik zie ijzer. Oké, maar we gaan wel 50-50 dadelijk, oké? We gaan dadelijk wel... Ik haat lava. Oh, nou, ik ook echt, ik wil die hout dan hebben, hè. Precies op dat moment heb ik hout hier. Ik hak even wat. Ja, maar 50-50 is goed. Oké. Maar laten we eerst even slapen. Ik hang dit wel. We slapen er even een nachtje over. Oh, ja, papilee. We slapen er even een nachtje over. Ja, hoor. Dit is wel cool, weet je wel. We gaan naar een eiland en dan zien we opeens dit. Hey, 50-50 is wel goed. Ik heb nagedacht. Ik heb het namelijk zelf bedacht. Oké, uitkijken. Oké, beter. Oh, koud, hè? Jongens, als je dadelijk dood bent, hè, je bent echt dood. Ik ben goed bij mijn hoor. Nou, dat is logisch. Als je dood bent, ben je dood. Oh, echt? Dat wist ik niet. Oh, ik had dit wel van weg. Oh, het was maar 3. Beter 3 dan niets. Ja, hoor. Ik had dit huis. Zo, hier ook weer. Hier ook weer. Kerelman. Kerelman. Het is mijn overal lekker gek. Hier, als ik dit water allemaal weghak. Als ik dit water allemaal afsluit. Dan moet je kijken hoeveel ijzer hier zit. Hè? Dat haal ik allemaal hak. Ik kan maar wel weg. Het boeit toch niet wie wat weghakt. Dus ik hak het hier wel weg. Dat is goed. Er zit wel freaking veel cobblestone. Ja, dat is logisch. Ik bedoel. Dingen. Verfuck veel cobblestone. Ja. Nee, kool. Nou, kool natuurlijk. Dat moeten we ook meenemen. Ja, kool. Ik heb ook kool nodig. Ik kan nooit echt... Hebben we hout? Ja, je hebt hout. Ja. We kunnen altijd dan nog bomen kappen en zo. Maar ja, sowieso. Ik denk wel even dat dit er even mee kan doorgaan. Dit. Sowieso, stenen pickaxe gaan niet veel snel stuk. Nee. Kijk, ijzeren nog minder. Maar... En ik heb ook wel 2 stickers. Oh, wow. Goh. Heb jij misschien... Trouwens, jij kan met mijn sticks kun je even wat vakjes maken. Want ik heb hier wel even wat vakjes nodig. Ik had het ijzer dat het hier beneden in de grond zit wel weg. Bruh! Uitkijken! Oké, daar schrik je altijd wel van, man. Ja. Echt, dan is het gelijk net een jumpscare. Nou, ik wat vind is het... hier? Oh, dat is ook ijzer geweest. Ik vind het best wel een jumpscare. Dus het is niet net een jumpscare, het is gewoon een jumpscare. Hier, ik had het ijzer hier wel weg. Oké. Wow! Oké, dat is veel. Dat was niet leuk. Nee! Kijk uit dan! Piemelaar! Nou, voel ik me ook bij die gesloten. We moeten... Daarboven! Liam, daarboven. Hoe kom je? Oh, ik heb... Oh, dat is veel, man!
Misschien dat er wat op de grond valt, maar dan moet je nog even kijken dat je dat oppakt. Er is wat op de grond gevallen. I have it. Oh, daar ligt ook nog wat. Hier, pak het even. In het hoekje. Hé, hey, hier, kom. Ja, ik... Daarboven is nog meer. Ja, maar daar, dat is maar één. Dat is maar één. Ja, niet laten zitten. Don't let you it. Pak alles wat je hebt. Alles wat je kan pakken, moet je pakken. In de mijn zijn we niet genadig. Of wat dan ook. Wat de hel, Leon? Wat zeg jij? In de mijn moet je doen wat je krijgt. Oké, ik ben bijna daar. Weet je wat ik altijd tegen mezelf zeg? Hoe hoog ijzer ook zit, behandel het net als diamant. Pak ijzer als je het ziet. Ik heb het echt zo raar. It is true. Hey, little. Het was gewoon één blokje, Liam. Ja, dus. Jij lul Hannes. Kijk hier, ik geef je even mijn stick, dan kun je wel fakkels maken. Want dan kun je dit geheim... Wordt het heel weer do- Oh. Nee, hier zo. Daar is nog meer! Oké, dan kunnen we het geheime donkere stickje doen. Of geef jij even mij de kool, want dan ga ik hier wonen. Ik moet echt gewoon jumpen. Weet je wat, ik pak zelf wel het kool. Waar is kool? Kaka! Kak af! Ik zeg kaka. En jij zegt weer gelijk kak af. Wat de hel. Niet fuck af, maar kak af. We moeten gaan parkouren. Fakkels. Kijk, ik heb 8 fakkels. Ik ga even daar naar binnen. Serieus, je groeit hier gewoon gras. Yeah. What the fuck? Oké. What the I don't know. Jongen, dit is een hele grot hier dan. Wacht even voor mij ook, hè. Oh jongen, dit is groot. Het enige wat ik haat, is als je wel mijn doorzoekt en je water. Waardoor je niet verder kan. Je raakt verdwaald. Oh, is ook wel kut. Nou, dat ook kut. Ja, ook. Zeker. Oh, nog meer kool. Cholesterol. En kool. Oh, ijzer. Oké, ik moet even heel ontzettend uitkijken. Nog iets bij? Jesus Christ! This is not gezond. Kijk, hier kan je er omhoog. Heb ik nog 3 fakkels. Zo, ik ben er. Ik ben er volgens mij. Wat is het voor de... Daarboven! Ja, daar zit ze aan. Ah, godver. Krijg de poep. Dat langs je benen glijdt. God damn. Hier. Ah, krijg de poep dat langs je benen glijdt. Ik ben hier echt heel erg boos van. Dat noem je toch gewoon diarree? Nee hoor, een drol die glijdt toch ook gewoon langs je benen? Ja, maar ga je naar poep als je staat? Ha. Ja, dat is vandaag mooi. Liam, kom even naar mij toe. Ik zie je niet meer. Oh ja. Kom even. I'm living. Waar zie jij dat ijzer? Ik kan dat niet zien. En het ijzer heb ik net gepakt. Wat in deze rol hier? Ik zeg het boven mij. Boven jou? Ik zie een ijzer boven jou. Kijk even. Daar zit ijzer boven mij. Henk, loop goed door. Misschien zie ik het wel dan. Ja, er zit daar ijzer. Oh, daar! Ja, maar welke kant moet ik dan op? Want ik zie dat niet. Ik kan dat niet zien. Wacht even. Het is recht boven je gewoon. Precies. Pak op boven, waar je niet tegen staat weg. En hier. Kijk eens naast je. Ja, Liam. Wat hebben we daar? IJzer. Yeah! Ik heb nu al 11 ijzeren. Weer zo'n donkere grot. Daar heb ik allemaal fakkels uitgegeven. Ik ga je dit even onderzoeken, want ik... I'm zo nieuwsgierig. En dat kan ik altijd echt... Dat kan ik echt wel... Dat kan ik prijsgeven in mijn keer.
mijn nieuwsgierigheid. Oh, vleermuis. Go die, vleermuis. Ik neem die toortjes mee, hè, want we laten niks achter hier. Nee, die ga ik ook nu, die heb ik net even ophangen. Mag ik ze even, want ik ga het andere gedeelte van de mijn eventjes. Het andere donkere hier, gedeelte. Hier ligt daar. Henk. Ik heb ze. Helemaal niet, hier heb je ze niet. Ik heb er 5. En ik had er 8. Geloof. Hier. Hier heb je er 1. En daar ook nog 1. Wat is het? Voor zover ik weet. Nou, dan hangt er daar nog eentje, alleen die kan ik even, daar kan ik even niet bij doen. Dat is niet zo heel erg. Even. Ik zie nog een kool ergens. Nee, kom hier, laten we verder. Ik heb daar nog een klein donker gedeelte, dat bekijk ik even een keertje. Ik zie echt niks hier, Liam. Die ene vakken daar zo. Kerelman. Dat heb ik net helemaal onderzocht, dus niks aan de hand. Rolf? Ziet er hier heel erg eigenaardig uit. Nou, kom hier, laten we weggaan, dit is niet meer leuk. Anders is het niet leuk voor de kijkers, wij zitten echt... Nee, je zit echt een flinker. Geflinker. Hier zit echt een flinker. Hey, dit is goed voor de weg, de gravel. Die we dan kunnen aanleggen. Ja, of als je dit weghakt en als je er 4 van hebt, dan krijg je endside. Dat is echt zo mooi, altijd. Dan krijg je gepolished shit endside. Oké, dat doen we wel. Dat is echt heel mooi. Dat is heel mooi steen. Dat heb ik wel veel van nodig, want dat is echt... Je hebt 4 van de spul nodig voor 1 door blok. Dus je kan graven. Ik wil ook mee. Oké, echt mooi boek gemaakt. Oh ja, en van dat witte spul kunnen we dan de stoep. Oh, van de mooie witte spul. Mm-hmm. Ja, gaan die mooie witte blokken. Daar kunnen we dan polishit. Diorite. Ik heb ook nog granite. En hier heb ik even wat ijzer. Ijzer. Dus dat kan ook wel. Ja, ik doe het anti-dye diorite. Diorite. Dynamiet. Als je nog granite vindt, is ook mooi. Vaak is het dan echt zo'n hele grote kern, hè, waar het dan gelijk zit. Ja. Soms dan kan je het echt niet vinden. Soms is het ook echt zo'n grote kern. En dan zit het echt met 4 stacks. Vroeger dacht ik altijd, wat is er voor een remblok of zo? Nee, dit is pas nieuw. Nou, dat is best wel lang op de iPhone. Ja, op de iPhone ook en zo. Toen dacht je van, wat de fuck is er voor spul? Het is iets van 2 jaar oud pas. En toen dacht je, wat is er voor spul? Maar je kan echt een mooie blokken mee maken, joh. Echt mooie blokken kunnen maken. Hier, ik heb nog wat wit spul hier zo. Nee, niet dat wit spul. Je rook wit, maar... We hebben geen melk hier. Dat uit een penis komt. Penis. Liam heeft een penis. Ja, jij ook. Zeker. Nou, het is best wel handig hoor. Als je het zo bekijkt, heeft het best wel wat voordelen. Weet je dan, een vagina? Weet ik. Maar we gaan hier weg, het is niet meer leuk. Ik zet de bedden neer en we gaan slapen. Ik heb 53 en 34. Als we, dan jij nog 59 van de wandel. Ik heb 20 ijzererts hier. Helemaal top hier. Geef mij maar even alle ijzererts, dan geef ik jou al dit. Hier, en ik heb 18 ijzererts. Jongen, dat hebben we best wel veel. Oh. Dat doe ik niet. Oh, ik moet weer even wennen hoor. Want kijk, ik heb bij tijd ook zo'n controle opgenomen. Lijkt op zo'n Ispus controller alleen. Oh, dat is... Ja. Dat had ik ook nog even gezien. Hier, neem dit. Even bij, oké? Okay? Jij houdt even alle blokken vast. Hier, Leon! Kielman! Dat scheet in bed. Oké! Toen was het dag. Oké, okay, kom. Zet alle blokken die je hebt om die neer. Maar dan bedoel ik echt de blokken zoals aarde en kool. Ja, maar ik heb juist niks. Aarde. Dat is het. Jij hebt alles van mij. Ik heb ze nog hier maar 5 cobblestone. Ja. 15 bedoel ik. Ik ga even wat dirt hakken dan maar. Oké. Okay. Dat is mijn baan. Dan ga ik alvast even omhoog. Ja joh, laat me naar lekker achter. Ik ben het gewend. Ga maar. Nee, ik ga gewoon cool altijd even. Dan kun je ook gebruiken. Hier, ik hak even het steen voor je. Dan moet ik daar zo, dat is mijn door. Oké, okay, jij houdt zelf nog even 15, oké? Okay? Geef me maar even 9. Ik ga even proberen. Oké, okay, ik ga het proberen.
Anders kun je de plek waar je bent of alsnog nog wel. Dit gaat echt niet lukken, Liam. We hebben meer nodig. Hier, boven hak ik even wat dirt en gooi ik naar beneden. Oké, ik ben er bijna. Dan hak ik hier nog even wat weg. Oh, kijk uit, hè. Oh, dat kan. Dat gaan we hier. Bruh. Geef mij ook nog wat taal. Kijk, dat is een mooi spul dit waar ik nu op sta. Dat is het granite. Granit. Hé, hey, ijzer! Pakken! Pak. Ja. Piemelaar, daar kan ik niet bij. Daar moet ik nog wat blokken voor nodig hebben. Dus als je even wat piemelaarblokken naar me toe wil gooien, piemel. Ja, dan gooi je ook weer net naast, hè. Ik had hier nog wat in. Ja, ik heb één kei van jou. Ja, dat was het hele kei. Supergoed, man. Ik had hier nog aan. Je bent de beste vriend ooit. Ja, en best ik niet zo met een bijna... Henk, mand. Oké, okay. Kun je het vangen? Mand. Ja, hak je het wel op, zet even weg en ga dan naar beneden. Oké, dan pleur ik even alles naar beneden. Mand. Mand. Alles in. Bruh. Hak je het wel op, zet even. Never let go. Leon, just do it! Give me some blood! Your penis! Of ik maak je penis. Ik heb wel. Maak wel een keer je penis stuk, hè? Nee, geintje. Ik heb nog wat meer nodig. Bruh. Waar heb je die blokken gelaten? Ik zie ze niet eens. Je penis, mineraal. Ik heb wel gegooid, hè? Ja, en daar. Oh, daar. Bruh. Bruh. Ik ga proberen naar boven. Oh, we gaan zo gaan. Hou hem maar op. Oké. Ik ga er. Op daarachter. Oké, ik maak even een brug naartoe. Ik kan springen. Ik ben goed te springen. I don't want to die, dus ik maak even wat blokken. Ja, het is precies fucking onder. God damn it. Hier, ik kan het wel halen. Ik ben er. Oké. Oké, waar is mijn toren? Daar is mijn toren. Piemelaar! Ja, meer kanon. Ik leef nog! En ik ben hier nog! Goh, dan ben ik nog maar eier. IJzer voor everything! Ja, laat het gewoon, jongen, boeit het. Nee, ik laat het niet. Boeit het. Heel veel. Is het de wereld of zo? Is het de wereld? Ben ik er? Yeah. Hoe is het? Ben je, oh mijn god, Liam. Ja, het is normaal. Ah, ik ben toch al bijna over. Zo. Ik zie een penis. Waar? Nou, dan moet ik nog even bedenken. Maar ik zie hem gewoon vol. Die grap moest je nog even bedenken. Ja. Penis! Schaap! Dan ben ik blij om je te zien. Dat schaap is een penis. Hey Leon, kijk eens even. Kijk eens even. Wat we hebben. Bruh. Die schaap naar beneden. Ik had geen zin in het schaap. Hij verwelkomde me niet. Ja, meh. Leuk verwelkomst, joh. Ik vind het ook lekker aardig. Ja, en Liam, zal ik je zo ook verwelkomen? Verwelkomen. Meh. Hier, kijk hier. Ik heb geen zin meer in. Want... het lijkt me poep. Ik kom eraan. Oké, waar zijn we? In Piemeland. Oh, echt? Ja. Oh, leuk! Nu wil ik altijd doorheen. Hé, hey, we moeten erachter. Hé, hey, Piemelaar, je hebt hier nog een torch. Piemelaar. Mand! Ik weet nog waar wij moeten. Ik ook, maar ik heb een bootje. En jij niet. Een beetje discrimineren. Ik moet eventjes terug. Je gaat even wat bomen kappen, Leon. Dat ga ik nu even fucking doen.
Ik maak een beneden succes, want anders heb ik er niet genoeg. Ik denk dat we beter eerst nog naar daaronder kunnen gaan. Nou, zolang we maar thuis komen, ben ik alles goed. Ja, ik weet. Kijk, dat is het landje daar. Dat is Australië. Oh ja, Australië. Dus, kijk, hier is Spanje waar we nu in zitten. Zie je, dat lijkt ook wel op Spanje. Dus. Eigenlijk wel. Ja, nou, het lijkt ook best wel op Australië als je de kaart bekijkt. Moet je maar eens de kaart bekijken. Kijk, oh, what the fuck. Ik gooi hem toch wel gewoon droog mijn kaart weg. Nou, dat best wel, ja. Kijk, kom gewoon. Maar ben je niet klaar met deze mooie berkenboom? What the fuck? Ben jij Bob de Bouwer? Bep de Bouwer. Wacht even, volgens mij zeg ik het verkeerd. Bep de Bouwer. Bep. Huh? Dat is een konijn. Hey. Hij sprong zelf tegen een cactus aan. Hé, maar daar krijg je konijnenvlees van, hè? Ja, en... maar ik kreeg er niks van. En misschien dus een konijnenhuid, kun je helemaal niks. Kijk, hier kunnen we groene schapen van maken. Oh, groene schapen! Pak gewoon het cactussen die je ziet. Oh, is het... Ja, groot konijn, ik ga je achtervolgen! Laat gewoon, Liam. Nee. Dit gaat echt nooit lukken, hè? I got him! Ja, maar ik niet! Oh, wat ik nu denk! Maar ik wel. Ik ben achter een konijn aan, wat leuk! Echt een dombo ben jij. Konijntje! Dat vertelt er genoeg hoeveel IQ je hebt. Konijn, come back you! Maar dat konijnenvlees, dat is goed, hè? Ja. Konijntje, come back! Let's go! Never let go, konijn! Never let go! Ja! Ik heb een konijnenhuid. Ik heb echt geen enkele... Ik weet echt... Ah! Hoe kon je mij zo hard zo ver slaan? Even stoppen. Nee, dat kan je heel ver slaan. Ik heb de power punch hier. Kijk. Oh. Oh. Het is mij. Het is voor mij. Nee, ik heb één groen schat nodig, hè? Daar krijg je ook gaan. Ik heb hier ook van. Wat? Ja? Ah, godverdomme. Ik ben heel vervelend. Ja. Je geeft mij dat stukje. Ik kan het toch gewoon aan jou geven. Ik ben toch gewoon een piemelaar, man. Ja, piemelaar. Ik neem maar eentje. Van mijn schapenbedrijfje. Oké, okay, waar moeten wij? Het is ook mijn bedrijf, Liam. Ja, zolang je de water bij de voor de plantage. Dat is lekker. Zo, ik piemelaar. Hey, je staat op me. Ik kan zo niks zien, piemelaar. Wat zou ik meteen... Raf. Klikker hier ben. Ja, ik kan het ijs dat ik dan zo meteen heb wel een eigen emmer maken. Dus, kijk, kom. Maar ik krijg altijd nog natuurlijk gratis volgen. Dan volg mij. Ligt aan mij of ben jij sneller? Ik ben sneller. Je hebt swiftness. Wat? Swiftness. Ik ben gewoon Henk. Maar de EBD, dan kun je gewoon een pijl schieten. Supermooi. Invisible arrow. Echt man, ik... What the fuck, dat is echt ontzettend vreemd, dit. Dat is ontzettend vierkant. Kom, daar gaan we naartoe. Ja! Oh, dat is wel... Nee, maar dat is echt wel heel cool. Oh, we zijn er weer. Oh, bruh. We zijn er weer. Het is gebeurd. Ik vind het wel boeiend. Oh, dit is wel heel raar. Hey, maar dat is wel heel cool, hoor. Ik ga kijken. Dit is gewoon de onderkant van Spanje, hè? Ja. What the fuck? Hier, kijk. Hier. Van Spanje naar Marokko. Ja, what the fuck? Dit is gewoon... Wat de... Zie dit dan! Dit is niet gerold meer, hoor. What the fuck? Huh? What the fuck? Nee, dit klopt niet meer. Dit moet je... Kijk daar dan! Dat is gewoon een platte berg. Dat is gewoon al... Dat is eigenlijk al afgesneden. Heb jij dit ooit gezien? Eén keer eerder. Niet vaak dus. Ik ga daarheen. Oké, Liam. Wat zo? Maar mee! Hey, Liam. Kijk maar naar links. Kijk maar naar links. Wat de hel, dit is cool. Ja, cool, hè? Dit is gewoon echt volgens mij gewoon geglitst, hoor. Nee, joh, dat is gewoon cool geglitst. Cool. Kijk eens hoe. Ik maak er meteen eventjes 5 of 6 geloof ik. Dat heb ik niet genoeg. Oké, I'm coming! Moat. Ja, kom. Waar ben je? Oh, daar zo. Miep, miep. Ja, ik ben al uit de wereld van de map. Kom mee, we gaan verder op de map.
We zijn nu in Marokko. Ik vind het wel heel geinig. Hey, ik kier, William. Ik kier een flikker, waar ben je? Oh, daar ben je! Ja! Kom, we gaan verder. Waar gaan wij? Ach, volg mij. Moet ik weer op gang komen? Kom, we gaan slapen. Wacht even, ja, ik zie echt niks. Ik zie een enkele flikker. Niet zo goed zien. We kunnen ik zie alleen jij. We kunnen erover praten. Oké, okay, dan doen we dat. Oh, kijk uit, want als we daarin gaan, dan vallen we zo erin. Heel erg dood. Nou, niet zo specifiek dood, maar... Ik glitste, ik was bang. Oh, nee, niet crashen. Ah! Het is net Ultimate Titanic. Ah! Nee, niet crashen. Ah! Brr. En jij knalt dan weer natuurlijk. Hé, hey, ik heb hem mooi geparkeerd te mijnen. Nou, ik niet. Oké, ik zie eigenlijk geen enkele ontzettende... Ah, hé, hey, voor schaap. Huh? Die schaap geeft licht? Nou, dat wist ik niet. Dat is waarschijnlijk wel. Oh, dat komt gewoon daar vandaan. Ja, echt wel. Schaap, ik ben een heilige schaap. Oh, kom nu om erin. Oh, kut. Wat zijn we erg. Come back, you! Kijk! Bruh. Ja! Yeah! Oh, daar ging je bijna in, hè? Oeh, bijna. Kijk, kom maar. Oh. Bijna, ik dacht even dat het was. Ah! Je bent hem. Hier, ga lekker naast me liggen. Je hebt piemelaar. Oké, die liggen lekker bij mij. Ik ben maar mee. Je bent gewoon een piemelaar. Klaar, je bent gewoon een piemelaar. Ik vond jou heel erg skeer. Oké, kom maar, gaan we naar de mijne, die staat mooi geparkeerd. Ik kom, we gaan naar Marokko. Nee, niet naar Marokko. Come back to we hebben daar nog geen kaart voor, Liam. Maar wij niet. Nee. Oh, dat is kut. We hebben één kaart. Even kijken, we moeten nu... Oké, wacht even. Wat? Als je dat doet, hè. Oh, bijna botting. Oké, achtervolg mij. Dit is gewoon echt de TomTom navigatie 2016. Ja, hè? De Tom Ralf. Dit is de Tom Ralf. Zet dit zijn weer in Australië. Dit is echt heel snel. Oh, kut. Als je daarheen kijkt, dan gaat het gelijk. Dus dat is wel zin. Maar we weten toch nog wel waar we... Dit is gewoon de achterkant van ons eiland, hè? We zijn bij Australië. We are in Australia. Maar ik heb een klein bochtje. Dus ik ben even... Oh, zo kijk, zo'n heel klassieke kaart heb ik net niet. Kijk hoe snel ik ga. Australië is volgens mij wel een groot land. Hier, kijk, zie je? Rond Australië of niet Australië? Dat Australië daar. Oh, ja? Tot 4 uur, hè? Want je moet daar wel een hokje. Ja. Ik moet kort voor 5 thuis zijn. Ja, maar Ralf die moet natuurlijk om 5 uur naar hockey, dus dat kan niet. Dus we kunnen tot 4 uur. Oké. Okay. Ja, wat bedoel je met om 5 uur hockey? Hé, hey, ik heb ijs gevonden. It's in the middle of nowhere ijs. Ijs in the middle of nowhere. Wat is de seat eigenlijk in deze wereld? 21. Dus dat... Ik heb een keer heel erg hard mijn moeder gedaan. Nee, dat was echt een super slecht ziek, man. Alleen maar sneeuw. Mijn moeder? Ja. Op een bepaalde met zwaar in mijn hoofd let. Ik weet echt niet meer welke. Toen liep het hier ook. Toen moesten we. Toen gingen we terug naar Australië. Of naar Marokko. Hou gewoon je mond. Heb je ook Italië? Dit is net de Titanic! Ah! Hey, William. Ik haat ijs. Ik haat jou. Ook echt zo. Ik haat ijs. Ik haat jou. En ik ben wel mooi overgangelijk. In elkaar. We moeten de kust aanhouden. Ik is hier kust. What the fuck? Ik lig je een beetje hard. Ik ging een stuk naar achter. Wat de hel is dat nou weer? Dat is de Marokko 2.0. Marokko 2.0. Oh god, oh god, oh god, nee! Ah! Oh,
Leon. Mensen, Leon is weer gecrashed. Het moest weer even. Kijk, ik heb altijd... Liam is weer aan de downie bezig. Ik heb een volle boter. Ben ik? Ik ben gewoon Ralf 2.0. Jongen, ben ik... Oh, dat ben jij. Dat was jouw scherm. Ik dacht even dat ik bijna moet even in ijs aan. Heet je toch Marokko? Of is het Marokko? Nee, het is Marokko 2.0. Ja. Maar dit is echt zo scary dit, hè? Ik vind het best wel cool. Een half afgesneden berg. Ik vind het best wel cool. Ja, stiekem zit het anders. Stel voor dat er dadelijk een beetje diamonds in zitten, dan kun je het zo zien. Ja, het zit anders als onder water. Oh, Titanic. Ik dacht even... Titanic! Ik zag zo'n Titanic scene voor me. Ah, piemelaar. En zo ben jij de Titanic. Ik ben net de Titanic. Ja, je zit nog onder water. Oh! Liam, help me! Oh nee! Ja, Liam die gaat ook crashen. Oh. Jij geeft mij even een bootje of zo. Oké. Okay. Rijd 2-6. Even wachten, en hier is de boot. Hey, Liam, je gaat naar voren! Hier. Liam, je gaat naar voren! Ja, ik moet water, geloof ik. Ja! Voor de first time. Ik ben er al. Piemler. Je moet erin. Get it. Ah! Oh god. Ik ben een rijk tata. Ik heb het toch niet meer nodig. Hier, kijk mee. Oh nee! Waar is mijn... Oh, daar is mijn bootje. Leon, kijk eens uit. Wie doet is niet meer leuk, hè? Nee, niet in mijn boot. Nee, dat is haar geitje. Die zal gezien worden nu. Oké, hoe moet ik? Ah, heel goed. Wil ik echt in zo'n middel of is het echt een Titanic stukje? Voorzichtig. Hoop je maar. Cappuccino, croissant, ontspannen. Ja, Liam, ik ga hier gewoon echt door jou van crashen. Hè? Dat weet je. Ik zit gewoon echt serieus te parkeren hier. Liam, ga nou eens weg. Piep, even. En toen, de besturingen zijn hier echt zo poep van. En toen was ik weer gecrashed. Liam, ik ben weer gecrashed. Hier, piemelaar, geef mij een bootje. Ja, oké. Anders maak ik jouw bootje stuk. Jongen, ik zit in een bootje. Ik heb 5 bootjes en dan gaan. Liam, kijk uit! Piemelaar! Oké. Okay. Je bent nu dood, hè? Weet je dat? Mm-hmm. Je gaat nu dood, hè? Weet je dat? Mm-hmm. Voor mij krijg je geen bootje meer. Doei, Liam. Oké, stay power. Witpaard. Hey, witpaard. Ah, doe dat. Ah! Ik voel me echt Titanic. Kijk mij daar heel durf met zitten. Smoke weed every day. What the fuck? We glitchten weer. Oh, hier. Kijk hier. Dit noemen we de Marokkaanse muur. Dit noemen wij de... Is voor mij of is het een beetje gay? What the fuck? Opeens zeg je random... Kijk uit, ik ben er bijna mee. Je piemelaar. Oh, kut. Ah, lekker voor je. Nee, doe. Dit is gewoon een beetje gay, Jan. Ik voel me echt heel erg leuk, weet je dat? Ik ben heel ergens anders. Ik ben gewoon weggevaard. I'm coming to you. Wacht even, dus ik denk wel die verkeerde weg. Ben je daar gegaan? Hey. Nee, je bent daar. Alsjeblieft niet. Oh. Ah, nu ben ik gecrashed. Goed zo. Oh, jammer. Ik had zo'n zin. Ik wit je een beetje. Oh, dat vind ik goed. Leon! I need your love. I need your love. Ja, fuck. Dat weet je van me weggaat. Jammer, I need your help.
niet. Nee, kijk. Ja, ik heb wel geen twee... even de craftingtafel. Je prima. Je hebt... Nee, piemel. Hier, Lian, kom even. Hier. Niet krassen! Okay. Hier, kom even. Kom even uit het bootje. Hier heb je... Hier heb je nee, het bootje! Auw, piemelaar. Je bent echt zo'n lul, hè? Ja, nou heb ik hem ook weer. Come back! Hé, je craftingtafel staat daar nog. Ja, dus. Ik kom maar terug naar huis. Oké. Okay. Hé, hey, dorpje! Waar? Oké, okay, we gaan de alle zaadjes van stelen. Stelen! Ik hou van stelen. Oké. Okay. Hier, kijk, wij zijn goed voor de natuur, weet je wel. Pedalpapa, waar die piep. Doen. Ik heb eigenlijk ook echt zo'n. De middel of nowhere, we zijn aan één keer zo'n. We gaan het dorpje zien. Oh god. Dorp. Oh god, damn, joh. Oh god, damn it. Weg jij. We nemen die boekenkasten mee. Ja. Ik zoek het dorp even. Ja, plantage. Leeg hakken. Serieus, bij Minecraft op de iPad zag ik ze gewoon weer planten. Ja, dat is ze goed. Stonden voor me, ze keken naar me van you son of a bitch. En toen gingen ze gewoon planten. Ja, nee, dat is ook op de computer. Ik werd daar gewoon bang van. Dat was nieuw, wist je dat niet? Nee. Oké. Okay. Potato. Potato, tomato. Ik neem dit ook mee. En jullie craftingtafels. Ja. Ik doe even iets goed voor de natuur. Ik hak alle spullen weg. Piemelaars. Geen getuigen. Vind je durfling? Het moet. Er mogen geen getuigen zijn. Ik neem gewoon de toortjes van de neuzen mee. Ja, ze hebben deze. Terwijl ik echt een deur bestaan te wandelen. Niks aan de hand. Geen getuigen. Oh, hij is sterker dan dat jij bent. Zo, geen getuigen. Dit is mijn huis. Lian. Lian, kijk links. En we nemen die fences ook mee. Ja. We nemen gewoon alles mee. Het is gewoon een souveniertje van wat erop koopt. Ja, kom, we nemen we hakken heel het dorp weg. We gaan heel het dorp weg hakken, dat is bijna hetzelfde, joh. Ik kom, we gaan even slapen in je huis. Nee, mijn huis is nu ontoegankelijk. Kijk dan, ik maak je even boos. Kijk, nu maak ik ze boos. Lian, geef ze ook wat. Nou, daar is toch nog wat. Ja, I'm gone. Pak gewoon alles, Lian. Ik ga eventjes een bibliotheek beroven. Nou, maar die heb ik al beroofd. Kijk, want ik heb daar alles weggehaald. Je hebt het niet beroofd. Laat hem gewoon. Oké. Okay. Dag Wokling, ja geluk gehad. En hier nog iets? Even niet killen, oké? Oh, dat is mooi spul. Ja, pak, pak. Mooi spul dit. Nice stuff. Piemelaar! Oké, laten we jaksen. Ik viel al. Snap, zijn leuke pullen. Ik ga hem vermoorden, hij gaat weg te ver. Ik heb hem al vermoord voor je. Helemaal niet. Ik moet meer slagen dan jij. Ik heb lekker je raamstuk gemaakt. Oh ja, dat is mooi. Fakkels en smartphone. Zo. We roven een heel dorp leeg. Ja, een drukplaat, die heb ik nodig. Ik heb ook die drukplaat daar al meegenomen. Oh, het is nog wat huis. Even kijken. Oh, kijk, nog meer slabs. Mooi bezig, 3000. Slim bezig, 3000. Oh ja, mooi. Dat is niet jim, maar mooi bezig. Ik heb 44 slabs. Fuck, Leon. George. Die dropping denk ik echt van, what the fuck doen jullie? Ze gaan dadelijk echt raiden.
Ja, maar jij weet zeker niet wat rage is, hè? Nee, even niet, nee. Dat je heel boos wordt. Dat je echt gewoon om een computerspel super boos wordt. Oh ja, dan gaat het echt wel heel het huis laten oploffen en zo. Ja, ik haat jullie! Kozen naar ons toe en dan vermoorden ze allemaal. Ah, het is niet slim. Maar ik dacht dat het een slim idee was. Ik heb even we stelen echt alles van ze. We stelen van de rijke tata's. Zijn ze rijk dan? Nou, vind je niet. Nou, dat wel spullen, ja. Ik vind ze aardig rijke tata's. Ik vind ze aardig skier. Ik help wel mee. Alle boeken hebben we ook in één keer. Nog een beetje hout en hebben we alles. Geef mij alle boeken maar, oké? Ik heb mijn hoofd erin. Hier, geef mij alle boeken ook, hè? Waar zijn ze? Waar daar. Zo. Als je nou een mooi boekkast of een boek ook wil, dan kunnen we schrijven. Kom even, we gaan even slapen. Ze hebben ook al geen kassen. Ja, ik zie eigenlijk wel flikker. Kom hier, Henk. Ik ben hier. Ons mooie huis. Deur dicht. Even lekker sexy. Oké. Piemelaar, je gooit het naar me. Hey, Piemelaar. Kom. Henk. Oh. Ja, ik heb geen bed. Oh, en dan heb je geen bed, slet. Hier heb je bed. Ik heb gewoon. Oké. Oh nee, wacht. We beginnen zo. Oké, Naska. Wacht. Dit voelt niet goed. Het voelt niet goed, Leon. We moeten dit beter doen. Ik ga er even uit. Ah. Ik ga in bed. Leon, wat doe je nou? Dit voelt niet goed. Je gaat gewoon weer te bed. Jij zou ook nog niet slapen, hè? Ja, piemelaar. God, laat ons gewoon gaan slapen. Gewoon eventjes slapen. Oké. Dus de echte werk. Ah, alsjeblieft niet, nee. Ik hup en ik hup. En ik Johan, ik kan jou toch niet eens killen. Ja, prima daar. Oké. Toestel. Ik ga zelf moeten liggen. Nee, wij spullen even een plekje zelf doen. Hoor. Hey! Hoor. Henk! Voor de first time. Ik probeer het even wakker houden. Kijk, kom, we gaan verder met stenen. Ik vind jullie heel gay. We hebben ook gewoon een raam stuk gemaakt. Want jullie mogen geen raam. Ik vind jullie geen raam. Wat heb je gedaan hier, Leon? Oh, ik heb die slef weggehakt. Ze moet lukken, hoor. Neem die vensters mee. Wat telt doet hij daar? Een beetje poepen. Allemaal niks hier zo. Vensters! Ik ben wel uit van alles fans. Even veel in het dorp gewoon. En dan heb je alleen maar van de spullen die in die kist of zo. Ja, boomstammen, leuk. Wacht, ik ga even overstroming. Ik gun jullie geen mooi dorp. Ik gun het jullie niet. Nou, we hebben lekker overstroming hier. Hé,
ik heb hier meteen wat voor wat zakken, zo meteen wat hout. Ja. Ga ook al die banken binnen stelen, oké? Dat is geen idee. Dan kun je mooie dingen maken. Mm-hmm. We zijn echt zo erg eigenlijk. Ja. We zijn zulke naakte mensen. Maar ik heel het dorp leeg. Maar ik krijg het dorp leeg helemaal niks. Ook echt geen... ook echt geen gratis klappen of zoiets. Ja, een paar. Ah, je lijkt doorbrengen. Nou, ik vind ze wel grappig, alleen de geluid. Dat is echt, dat is gewoon de hel. Dat is gewoon de hel uit hem om. Dat en het brengen maakt nog betere geluiden. Kijk eens, ik heb overtoning. Ik heb gezorgd voor een overtoning. Ja, ik ook. Kijk, goed zo. Ik heb echt een neiging om op hout uit je huis te hakken. Dat doen we dan gewoon, toch? Slim idee! Ze verdienen geen shit. Nee, ze verdienen helemaal niks. Ze verdienen niet in de aarde, alleen dat mag wel. Als je hier nog komt te planten? Nou, ze hebben geen planten meer. Hopelijk. Ik kom, we gaan de volgende keer terug naar het dorp en kijken of er nieuwe planten op de plantage staan. Ik ga even in het dak weggaan. Maar hoe weten we nou dat het dan nog precies dat dorp is? Aarde. Henk, je mag niet planten hier! Verboden toegang! Je gaat echt te ver, Henk. Ik heb gewoon al het hout eruit. Ik hak gewoon dit huis weg. Gewoon echt van binnenuit. Alleen het steen mogen houden. Jullie hebben geen recht op glas. Deze bar is dood. Die cijfers lopen. Gewoon per ding zit gewoon iets van 47 blokken hout, hè? Ja, echt super dom. Je maakt dus ook grote huizen. Komen wij twee eventjes naar heel dorp weg? Komkommer. Komen deze even. Kom. Jij, ik dacht even dat je alleen dingen moet doen, maar jij gaat serieus hele huizen wegpakken. Ja, ook echt steen. Ik heb van plan veranderd. Ik ga gewoon heel huis wegpakken. Slim toch? Nee, ik vind het best wel dom eigenlijk erg. Waarom dan? Maar toen geen medelijden. Toon geen medelijden! Anders ben je ontslagen. Echt, want er zijn echt twee gasten. Toon geen medelijden. Oké! Dat is een dorpeling. Moet niet! Ik heb dat hier nog veel steen mee kan weghakken, maar... Waag het erop. Ik heb gewoon 3 crafting tables kapot gemaakt en meegenomen. Ik voel me zo naughty. Is dat de bedoeling? Ik ben ondeugend. Ze denken ergens van, kut, dat is zo mannen. Eigenlijk hebben we TNT's nodig. Ik weet niet. We nemen alleen een beetje de belangrijke dingen mee. De hout, hekjes. Ik heb ook een beetje steen. Ja, steen en zo, dat heb je niet nodig. Ik heb 2 deuren. Kijk, dit moeten we meenemen. Ja, goed hè. Dat is echt iets waar je echt nodig hebt. Zo, dit gun ik eraf. Nou, je zit nog te veel dak in. Nee, ik heb er geen zin in. Kijk eens, dit gun ik ze. Heb je geen kerk of zoiets? Ik dacht dat ze altijd zo geloven waren. Nou, blijkbaar niet dus. Nou, dan krijg je een mooie klok gewoon met de bel. Jongen, kijk hoezo die bel in de dood kapot gaat. Oké, Henk, je gaat nu echt te ver. Henk, hou nou eens op. Ik vind het bakje weg. Jan, ik ben hier bezig. Ga maar lekker naar het andere stuk van het dorp. Oké, we hebben er toe genoeg door. Nou ja, niet meer. Maar dat was wel goed. Dat was wel... Ik voel me nu zo slecht. Ja, dat voelt goed. Maar ja, dat doe ik een beetje altijd bij dorpen. Soms dan laat ik ze zoals ze zijn als er bijvoorbeeld een blacksmith met allemaal ijzer en diamanten is. Of als het een heel groot dorp is, dan laat ik het wel gewoon. En dan ga ik er weer wonen. Maar verder, dan is het altijd gewoon boom, boom, tch, tch, en dan ben je boom, boom, beat. Boom, boom, beat. Tch, 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 tch. We nemen de deur mee.
Ik stil gewoon een dieren. Ja, ik heb er twee. Trouwens. Oh, jullie zitten lekker hout in. Stil op deuren, Leon. Ze zijn niet meer veilig voor de zombies. Nee. Hallo, met één zombie aanval, het is een allo. Zeker. Dat maakt ons blij. Je zeker. Gun de dorpelingen geen leven. I want you to kill the dorpelingen. Ik geef je 10 ijzer als je alle dorpelingen vermoordt. Met een linker zombie. We moeten bij ons huis zo'n leger zombies maken. En die op het dorp afvuren. Dan lopen we gewoon naar het dorp toe en dan volgen we ons huis wel. En dan gaan ze nog bunkeren die we hier dan hebben gebouwd. Ik bij het dorp brengen. Tjoe, jij gewoon een stek boven dan. Ja. Nou, vind je zeker uit. Goed zo. Help Bobby. Ik vind het ook prima. Ja. Je hebt nooit genoeg hout. En Ralf, ik zeg altijd maar, er is geen betere raad dan voorraad. Wow. Nou, dat zeg maar ook altijd. En dat komt wel handig. Er is geen betere raad dan voorraad. Hoe kun je nou een beter voorraad inslaan? Door een heel goddamn dorp leeg te halen. Toon geen genoeg. Ja, volgens mij het zijn die dorpelingen gedaan, alleen dat kijk niet naar. Hè? Volgens mij is het maar manier van genade tonen op en neer springen. Mr. Leonson. Ik sta op een dak. Leonson, ik sta op een dak. YOLO bitches. Ik ga gewoon een dak weg. We zijn eigenlijk best wel erg. Oh, echt hoor? We zijn gewoon in oorlog met de dorpelingen. En weet je waarom? Nee. Ze hebben vroeger gingen wij op het vliegtuig naar een eiland genaamd Australië. Daar hebben ze ons vermoord. Nee. Ze hebben ons neergeschoten en we zijn op een onbewoond eiland beland. Dorpelingen wonen altijd in groepjes met mensen zoals 12, 14 personen. En die willen altijd alles ruilen voor emeralds. Allemaal draait om emeralds. Oh, kun je er mij even gelijk flikken? Piemelaars. Het zijn allemaal piemelaars. Echt, hè? Hebben ze zo'n liefde voor emeralds? Wat kun je er mij gelijk flikken? Nee, daarom. Ja. Oh, ja, ze zijn waardevol. Maar wat levert het op? Ja, een emeraldblok. Ik zie echt. Ik heb nog nooit een dorpeling met emeraldblok gezien, hoor. Dan moet ik hier emerald tools en armor maken. Dat is cool. Kijk of de dorpelingen wel aan de wagen. Groene denk ik. Maar dan is het sowieso wel iets van 30% protection, niet alles, weet je wel. Ja, want zo... Emeralds zijn gewoon nog moeilijker te vinden dan diamonds. Ja, joh. Dat vind ik zo vaag, hè. Ja, en als je... Jij hebt gewoon het dak van dit huis meegenomen, Leon. Ja, dat is dat ook zo niet. Kijk, en als je uiteindelijk een keer emerald vindt, is het nooit meer dan één of twee emeralds bij elkaar. Volgens mij is dit wel een beetje alles wat we... Nou, ik heb hier nog wel wat leuke... Oh ja. Stairs. Ik ga even kiezen een dak weg. Ik vind het zo erg. Ik ga even een dak weg. Maar het is niet erg. Het is niet erg, want het is allemaal de soort van dat dorpelingen. Terug voor de zoveelste keer naar beneden. Kijk mijn inventory. Het is gewoon helemaal vol. Leon, kom slapen. Het is bedtijd. Waar ben je? Fucking piemelaar. Oh, daar ben je. Oh, daar zijn we. The fuck gooi jij? Ik wel. Kom even, we gaan verder. Ik ga verder met mijn huis. Shit. Wordt dat jouw huis? Nee. Oh, ik dacht al. Ik hoef namelijk geen huis zonder dak. Ik heb jou wel. Ja, dat maakt niet uit. Ik heb er toch vier. Ik ga een vloer eruit halen.
ik ga zo meteen even het dak daar even nietigen. Eerst dit dak hier, dan dat dak. We zijn eigenlijk echt niet erg hoor. Nee hoor. Dit is gewoon bad karma. Ja, die dorpelingen die blijven maar wat we hier ook doen, die dorpelingen blijven elkaar doen. Dus die dorpelingen taal betekent dat. Fuck off! En daar houden wij niet zo van. Nee, kijk, ik doe het allemaal voor ons interessante geluidje. En wat zij doen? Helemaal niks. Blijf lekker haar doen. En je te doen? Dit. Ja, zo ben ik, hè. Als ik even niet muziek rijd. Pimelaar. Alle daken moeten we meenemen. Jongen, ik heb gewoon... Jij verdient niks. Ik heb meer dan 2 stacks. Een boomstam gewoon. Gewoon 8 stacks hout heb ik dan al. What the fuck? Het gaat goed. Beter open. We gaan dadelijk wel even naar jullie. Maar moet kijken hoe fucking veel van die sterren ik heb. Wat moet ik er allemaal mee? Nou, het is wel leuk natuurlijk. Nou, het is wel mooi hoor, want ja. Je kan er aardig wat mee doen. Ja. Meer dan met emeralds, hè? Ja, zeker. Geloof me, maak eens met de emerald blok een mooie constructie. Nou, ik vind emerald blok zo lelijk. Ja, daar dacht je wel van lang over na, denk je. Het enige nut eraan is dat emerald blok gewoon hartstikke sterk is. Maar verder is het echt compleet geen nut aan. Ja, want kijk, als je naar kijkt, hè, en diamant, dat is moeilijk te vinden, maar daar heb je het weten nog niet aan. Ja, een emerald heb je echt lekker flikker. Behalve met een bot, alleen jij zijn ze ook hartstikke slap. Ja, met mods kan je ze toch ook dan, weet je het, kan je toch ook Ja, emerald tools maken. Ja. Alleen dat is vast echt van, ik geloof dat ze een emerald zwaard die heeft eigenlijk geen damage kost. Of 6. Echt super weinig. Ja, en daaruit wordt 7. En met een potion of strength krijg je met een beetje rechter krijg je plus 260 attack damage. Dus mij is niet geen emerald tools gebruiken. Als ik een emerald vind, dan denk ik altijd gewoon, ik hang het op in een bordje of naast de deur van mijn huis, vind ik wel mooi. Uh-huh. Dus, want ik ben rijk, maar verder doe ik er niks mee. Oeh. Oh, dat huis, dat heeft nog een mooi dak. Ja, ik heb hier ook al. Kijk, ben ik daar? Ben ik daar? Kijk even. Leon. Nee, daar ben ik. Ik ben met een ander huis bezig. Wat zijn we eigenlijk? Daar zijn we daar. Hallo. We zijn echt gewoon daken aan het stelen en zo. En ze doen gewoon niks. Hè. Ze slaan je niet eens. Kijk, de meeste dieven die denken zo van... Ja, kom, ik ga even waardevolle spullen zoals geld stelen. Nee, wij stelen gewoon een dak. Nee, ja, waarom niet? Nou, ik zie nergens een village politie. Wat de fuck, Leon? Leon. Hé, dat schaap denk ik ook zo van. Fuck the villagers. Ja, kijk, moet je kijken. Ik doe mee. Dat schaap mag wel 1 wiet van mij krijgen. Een beetje wiet. Hier, alsjeblieft. Wil jij wel lekker stoot? Wat? Wil jij wel lekker stoot? Wat de fuck, Leon? Een beetje wiet. Als er één ding dat ik leuk vind om te doen, is dit eigenlijk als een beetje. Fuck the winner. Jij weet dat niet kan, hè? Heel. Oké, waar moet ik heen? Het dak op! Oh, dat is een mooi sprong. Goh, bouw je echt zo'n huis tegen een ander huis aan, wat? Die dorpelingen, die hebben echt gevoelige smaak, hè? Die hebben echt gevoelige smaak. Weet je, dorpelingen zijn gevoelige mensen. Nou, mensen. Gevoelige wezens. Ik ben dan zombie nog beter. Nou, het heeft een klein beetje nut. Je kan er leuke spullen mee ruilen, maar verder echt. Ik vind het hier compleet geen nut. Meestal is het gewoon echt niks waard. Ja, dan vragen ze 1 emerald voor 5 wiet of zo. En dan kun je het ook gewoon heel wat thuis gaan leeghalen. Voor 4 keer zoveel wiet. Dan vragen ze gewoon een mooie. Ja, je kan wel heel makkelijk een emerald krijgen, want. Terwijl hier. Ik geef jou 1 kool en. Wacht even. Jij krijgt 1 emerald voor 1 kool. Fuck. Of een keertje? Schaap! Vroeger was een houten. Je krijgt een houten zwaard als je mij 3 emerald geeft.
Ja, hè? En dan, dan maak ik een knockback 1 voor nog 3 emerald. Dan houdt er waar van knockback mij niet gezien. En sharpness 5 is nog een beetje aan de oké-er kant. Nog steeds niet. Oké, wat dan kunnen we niet meer weghakken? Hier is nog een rijtje. Je vond het de vloer weggehaald. Ja, ik had er geen zin meer in. Wat? Ik heb gewoon de vloer daar weggehakt. Ik ga even naar binnen. Kijk hier, al die henkjes die zitten hier. Ze zijn bang. Hé, hey, ze zijn bang, weet je waarom? Er lag een ei. Hé, henkie! Henkie, 2. Leon, ga ze nou niet mishandelen. Dan ben je dadelijk de droppeling politie. Kijk, je moet het doen met dit mooie hout. Ik vind het echt lelijk. Ja, echt, maar als oranje. Als je dan hebt. Kijk, de combinatie van Dark Oak Hood en dit, het oranje en bruin, dat vind ik dan wel mooi als vloer. Gewoon random al die blokken naast elkaar een beetje. Ja, dat vind ik ook. Dat vind ik wel mooi. Ah! Dorpeling deed het. Is hier nog een dak op? Nee, hier zit geen dak meer op. Hé, hey, schapie! Kom maar, we gaan weg. Ik heb hier geen schapie. Ik krijg geen rouwkip. Hier. Oké, kom maar, kijk van afstandje even hier zit het dorp. Kijk, het ziet veel gezelliger uit, weet je ook? Ik vind dat huis nog te veel ramen. Ja! Zo, prima. Niks meer aan doen. Even kijken. Bedden. Een villager, ho ho! Jij gaat te ver. Onder water bij jou. Zo, zullen we even het dorp bekijken? Oh, mooi. Kijk, kijk overal wel water. Water! I love water. Waterloos. 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 Ik gooi een ei naar je. Snikst. Nou, voel ik maar weer water. Ik maak even een boot. Ik heb toch wel, ik heb best wel veel spullen waren. Al mijn ijzer. Ik heb al dood hadden gehad. Oh nee, ik heb even spullen. Ik maak even een boot. Oké. Hoeveel zal ik maken? Ik ga alvast weg. Piemelaar. Even naar de piemelaar. Oké. Waar moeten wij? Achterop maar niet. Niet botsen, want ik heb geen boten. Ik heb er nog wel een paar gemaakt, alleen ik kon er maar eentje in mijn hand hebben. Tjonge, zit ik vast op een steen? Dat is wel een beetje kut hoor, zit ik vast op een steen? Even naar de piemelaar. En, weet je dat? Oh kom, we gaan. Ik dacht dat ik er niet tegenaan knalde. Zag jij dat ik er niet tegenaan kon knallen? Ik kon er niet eens tegenaan. Godverdomme, ik heb de pestpleuris. Ik word hier echt zo ongesteld van. Ik ben gewoon een rijke pet. Stiks en boer. Even naar de... Ik ben stik, ik ben... Gof! Jan, hey, doe eens even normaal, hè. Hey, ik zal even een paar boten maken, zolang je me niet snapt. Oké, okay, prima. Hier heb je een paar sticks. Ik ga steeds naar een boot. Oké, okay. Maar toch geef ik je... Leo! Oh, de sticks bij je. Oké, okay, jij hebt als goed oh, de sticks bij je, Pimla. Als goed, heb jij de crafting table? Ik heb niet de crafting table. Ja, gewoon, je hebt een vier. Jij bent echt een piemelaar, hè. Hier, hou gewoon die piemel, crafting piemel van je. Ben je? Oh, kut. Dan kom, we maken allebei een paar. Nou, voel ik me weer buiten. Oké, geef mij even eentje. William. Net al, geef even eentje. Oh nee, jullie lopen dood. Oh, kut. En ik kan altijd weer tegenaan.
ik mijn poten. Waarom heb ik maar twee ijzer? Ik had toch veel meer? Ja, omdat jij meer een deel van mij aan mij hebt gegeven. Ah. Leon, kom je nog? En ik ben weer gekregen! Het is nu 4 uur. Stokje! Grofloop. Leon, grofloop. Blijf bij sticks. Ja, Piemler. Hey, Piemler. Kerman. Hey, doei. Doei, hè. Gaan we. Nee, come back. Oké, okay, dan laat ik mezelf eens uit. Oké, kom. Volgens mij ben je iets sneller. Hey, als je mij dan gaan boos geven, dan laat ik mezelf eens uit, hoor. Oké, kom. Oh god, we gaan weer crashen. Jongen, ik kan echt niet boot varen. Nee. Ik heb nu gewoon 30 hout aan boot varen. Besteed. En dan pleur je gewoon. Je piemel zit er hier weer. Ja, ik piemel even bij boot. Godver. Auw. Hey, doe normaal jij. Ik ben boos. Dit moet niet zo mag. Oké, rustig. Geef mij of mijn boot of zijn dood. Laat me met rust, jij pedo. Ik ben een pedo. Ik ga je pakken. Hey, joh. Godverdomme. Het is mijn boot. Oh, godverdomme. Dan zit je nog wel vast, hè. Piemelaar. Piemelaar is normaal. Ja, je mag niet mijn boot. Jongen. Laat me met rust, je pedo. Ik kom dan. Waar de fuck is die boot? Godverdomme, dus. Er zijn een boot hier. Kom. Kom dan. Nou voel ik me helemaal. Nu voel ik me net een kip. Doei. Doei. Hoe gaat het met jou? Ik ga nog wat even zuipen per dag. Nee, Leon, kom. Ik heb een boot. Hier, kom naar mij. Kom even. Nog één keer de grap. Ik laat me even zuipen. Of ik laat me door mijn cactus. Bij deze kan ik zien. Mijn goede vriend. Oh, godverdomme. Yeah. Yeah. Jij bent echt zo'n dummy, hè? Yay! Jij! Leon, hier! Yeah. Piemelaar. Oké, waar gaan we heen? Naar Piemeland. Oh, dat is niet. Bijna, hè? Nee! Oh, crash ik weer, het komt gewoon omdat jij een piemel bent. Hij zegt dat er maar één piemel per wereld kan. Oh, maar dat zijn er wel meer, hoor. Shake. Dad, as me. Chicken, as me. Ik ben heel geconcentreerd bezig. Godver. Ik ben ook weer een crash net. Kom van haar. Wat een goddamn kleine echt een piemel naar piemels. Wat een kleine ruimte hier zijn. Ja. Shake. Hallo. As me. Yes. Oké, dan ga ik gaan duiken. Doei. Oké, Liam, het was mijn geintje. Kom maar. Piemel. Heb je nog een boot dan? Je hebt je 6 hout. Je hebt je 6 sticks. Ik heb een stick nodig. En 6 hout. En 1 crafting tafel. Oké, ga maar lekker verder. Nee, ik pak de crafting tafel. Spullen. Weg. Nee, je mag niet weg. Kom, piemelaar. Waar zijn mijn boten? Je hebt ze weggegooid, je piemel. Nee, jij hebt ze gepakt. Nee, ik heb ze niet gepakt. Je hebt ze wel gepakt. Want ik had die allemaal boten. En dan heb jij ze vast gepakt. Hier. Oké. Kom maar, piemel. Miep, miep. Ik ben piemel. Nee, grapje. Je bent wel piemel. Nou voel ik me heel erg gediscrimineerd. En ik pot weer. Nee. Oeh, bijna. Oh nee. Echt dat stemmetje van jou. Nee. Nog een keer jouw botten. Ah. Oh, verdomme. Hoi. Ik kom back. Ik kom maar aan mijn loco. Oh god.
Kut! Ik kom maar naar Marokko. Kut met peren. Zo. Is dat lekker, denk je? Ja, ja. Tuurlijk. Leon, kijk uit! Hoi! Je piemelaar! Nee! Auw, sla me niet. Kijk, jij moet gelijk weer discrimineren met slaan. Auw! Ik kom, we gaan gewoon verder. Ik ben heel bang gezien van jou. Auw. Ja! Oké, ja, maar jij krijgt nu ook niet meer. Yeah! Hey, maar ik heb de kaart. Ik heb er ook één. Oké, maar het is mijn Australië. What the fuck moet ik heen? Waarom? Dat weet je. Doei, Leon. Ik heb geen zin in je. We gaan een bootgevecht houden met een deur. Ik heb geen zin in je. Laat me met rust in. Ik ga niet slaan met een deur. Ik ben van plan je te gaan slaan met een deur. You pedofile. Laat me met rust. Ja. Jongen, je bent nu echt pedo bezig, hè? Pedo wat? Ik heb geen zin in je. Laat me met rust, je pedo wat. Jongen, ik vind je niet leuk. Nee. Ik ga gewoon naar Australië terug, hoor. Ik volg je ook. Ja, maar jij bent op een pedo manier meer aan het volgen. Hoe dan? Nou, je zit steeds te slaan. Ik sla niet echt, ik sla naast je met een deur. Hier heb je wat suikerriet. Hier heb je een paar deuren. Nee, niet die deuren weg. Hey, lul die je er bent. Wat heb je die deuren nodig? Ik heb hier 3 stacks een boomstam hout. Laat me met rust. Ik volg je alleen. Ik vind je gewoon een pedo aan het volgen. Oké, moet ik gaan pedoen? Hier, kijk, die berg is van jou. Moet ik gaan pedoen? Je zit nu gewoon dat komt niet goed hoor, dat komt niet goed. Je zit nu gewoon naar je lul. Ik zit in iemand. Nee. Nee, gewoon. Ik leef toch? Denk ik. Leon, laat me gewoon met rust. Ik laat je ook met rust. We zijn in Azië, dus laat me met rust. Leon. Ja? Hoi. Nee! Wolf! Hey, daar is licht. Ik ga naar de zon. Jongen, dat is niet eens de zon. Daar is gewoon lava, je domme oog. Ik ga naar de zon, what the fuck, het is geen zon. Het is fucking lava, je domme ass. Helemaal niet. Fucking, het is toch lava. Fucking tieten. Oh, hopelijk ga ik op het juiste moment langzamer. Volgens mij moet ik daar ijzer zitten. Ik weet het niet zo zeker. Doei, Leon. Hey, come back, you! Come back. Come back, Jack, come back. Jack, come back now! Of anders mag je niet naar bed. Niet naar bed, eeuw, kom maar dan. Anders mag je niet naar bed met diegene. Dan kom ik wel terug. Waar ben jij? Ik ben een schatje. Oh, daar ben je! Mooi! Oh, kijk, now I'm gonna slay you met deze stem. Nee, laat me rust, piemelaar. Octopus, kijk uit! Ja, octopus, jij lul! Ik heb geen zin in jou. Octopus, hè? Octopus. Waar moet ik heen? Ja, maar je weet toch niet meer Australië. Wat? Wat? Volgens mij zijn ze in je naam. Nou ja, dit was het einde. Heb je dit leuk gevonden? Nou, Leon is pedo. Dus ga voor al zijn video's disliken. Nee. Jawel, al zijn video's disliken. Nee. En ja, ga niet op hem abonneren. Nee. Doei.